Vandaag doe ik de crossbar challenge met Sean en Bram. En ik hoor je al denken, Sean en Bram? Ja, iedereen heeft al wel gekeken naar mensen die super goed zijn in de crossbar challenge en het doen. Maar eigenlijk is het veel leuker om te kijken naar mensen die niet goed zijn in de crossbar challenge. U vraagt mij draaien. Jezus. Alhoewel, er misschien wat verborgen talent zit in beide mannen. We doen 3 soorten spellen en je kan ook nog eens geld verdienen. Jij kan geen geld verdienen, maar je kan wel op dit kanaal abonneren. Want een heel groot gedeelte van de mensen die mijn video's kijken is nog niet geabonneerd op dit kanaal. Dus alsjeblieft, abonneer even. Het is gratis. Je kan altijd nog ontabonneren. Is het een woord? Ik weet het niet. Oké, laten we beginnen. Crossbar Challenge! Oh, echt die wel. Ja, erg hard. Best wel erg. Dat wordt ondertitelen, Wopke. Ja. In ieder geval, we gaan Crossbar Challenge doen. 3 verschillende challenges, maar dat heb ik net uitgelegd voor je over. En omdat ik de enige ben die fucking goed is, zeg ik dat als ik verlies, dan krijg je 100 euro van mij. Ik wist dat er iets was. Als jij verliest. Okay, ik dacht, dan moet even de pressure omhoog. Want niet dat ik zeg dat ik nou fantastisch goed ben, maar dat ben ik wel. Maar kijk, jij bent ook helemaal. Je hebt voetbalschoenen, sportbroekje. Ik heb gewoon mijn Nikes. Het eerste spel is de klassieke crossbar challenge. We krijgen allemaal om de beurt 3 ballen om de lat mee te raken. En degene die met de 3 ballen het meeste keer de lat raakt, wint. Steen, papier, schaar. Nou, okay. Dat ben ik niet. Steen, papier, schaar, motherfucker. Ah, oké, okay, nou Bram. Weet je wat, Stefan, begin jij maar. Begin dan weten we hoe hoog de lat ligt. Snap je hem? Ja, en voor de duidelijkheid, als hij op het net komt en daarna op de lat, telt niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, dat telt dus slecht, niet. Slecht zeg. Nu ga ik het video. Ah, dat is 1. Ah, maar ik begin dan met deze. Als ik, Oh, jij bent links natuurlijk. Zo! Oh, god. Nee, zo, dat is lang niet slecht. Ja, maar ik heb nog niks geraakt niet. Oh! Verdomme! Gans, daar wilde jij mee doen inderdaad. Jij kan eigenlijk best wel goed voetballen. Nou, maar ik heb wel geteld 0 keer de lat geraakt. Maar heb je ook de voetbal gezeten? 3 maanden. Je was toch goed? Ik was toch goed? Nee, maar dan komt er zo'n huisvadertrainer, weet je wel. En die doet dan helemaal alsof je Louis van Gaal zelf is. Nou, Sean, laat het maar eens zien. Ja. Oké. Okay. Lekker, Sean. Kom op, hè, man. Ja. Nou, oh, hey. Oh, fuck. Ah. Ik vind het niet slecht, allemaal. Maar ja, nu heb jij gewonnen. Maar ik heb wel gewonnen. Wat verrassend. Het volgende spel is weer de crossbar challenge, alleen nu schieten we om de beurt en degene die als eerst de lat raakt, wint een punt. Dat is goed, mag ik beginnen? Nou, dat is helemaal niet gek, Jan. Oeh, ik heb nog wel te mis. Ja, mooi. Je moet gewoon denken dat het een kutje is. En dan? Nee. Dit knippen eruit hoor, want we hadden net allemaal complimenten gegeven dat ik net wel kon voetballen. Voordat de camera aanging, schieten ze allebei meteen in 1 keer op de lat, achter elkaar. Nou, dan zal die nu wel weer. Wat zo. Wat leuk hè, doe dingen met Stefan de Vries. Ja. Zal je altijd zien dat hij dan wint hè? Oh! Nee, ik raak het niet. Nee, niet? Nee. Bij het volgende spel moet je de bal in het doel schieten, maar mag hij niet de grond aanraken. De bal moet dus rechtstreeks in het net belanden, anders ben je af. De verliezer die moet kontje rachen. Kontje rachen? Dat hebben we weer niet gezegd. Kontje rachen? Ja? Dat is toch kontje kick? Ook goed. Kontje rachen denk ik aan andere dingen. We beginnen hier en gaan steeds verder naar achteren naarmate het lukt. Degene die het verst komt, wint de punt. Oh ja. Dat niet telt. Oké, ja? Schrok heel even. Die schrok. Ja. Ja! Oké, waar gaan we nu dan? Halverwege de 5 meter lijn. Ho! Ja! Zo! Hier? Ja! Vanaf nu wordt het wel gewoon opletten. Ja, top! Vanaf nu wordt het opletten. Volgens mij stuit hij. In het doel was hij toch al? Ja, maar hij moet in het net vallen. Oké, dan gaan we opnieuw. Ja, nee, tenzij wij het wel redden. Ja, wij redden het natuurlijk. Ik ben toch geen debiel? Ja, even afstand alsjeblieft, want ik wil dat loser aura wil ik niet in mijn schot hebben, alsjeblieft. Hallo! Stop!
aan mijn pik. Oh. Nou, dat zal niet de eerste keer. Ga weg, ga weg. Nou, weg. Oh. Zo. Ja, alsjeblieft. Laat mij even mijn Messi. Ja. Oké, nou. Oké, komt ie. Hoppa. Zo, hey. Oké. Maar ligt Sjan er nu uit? Ja. Hoezo zeg je het alsof het zo vanzelfsprekend is? Maar dan... Oké, voor mij mag je het nog een keer proberen. Oké. Okay. Nee, ja, wel. We hebben toch al een kontje... Ik heb een handicap. Rachel? Ik heb een handicap. Dat weten we. Een verstandelijke... Maar eerst ben ik toch eraan. Ja, oké, oké. Laat maar zien hoe het moet. Eigenlijk lagen Sjan en ik er nu allebei uit, maar Sjan kreeg nog één kans. Maar als je hem zou missen, moest hij meteen kontje kicken. Oh, dus jij ligt er nu uit? Ik lig er nu uit. Oh, wat leuk! Ja, laten we dat doen. Oké, nou... Maar Sjan, jij mag dus nog één keer proberen, maar als je mist, krijg je dus kontje, hè? Nee, maar kom op. Het is geen debiel. Kom op, hè. It was at this moment that he knew. He fucked up. Maar? Even jongens, dit is serieus nog geen 10 meter. Ja, probeer wel triest inderdaad. En nu was het dus tijd voor kontje kicken. Nee, ik vind dit zo kut. Wat wel fijn dat Sjan heeft natuurlijk zo'n dikke kop. Ja, ik zou wel meer bukken, anders komt hij op die kop. Wat wil je opbreken of zo? Ja, zo hard schiet Bram. Ik schiet toch op je zitvlees? Dat is bij jou nogal wat. Dus hup, ga nou staan man. Nou, die zat er goed op. Die zat er goed op. Maar die zat op mijn rug. Oh, ja, daar moet je ook meer bukken. Oh, bukken, man. Ik hoop dat ik hem ook zo goed erop. Oké, maar doe het vlot en bondig. Ja. Waarom bewoog ik? Ik ga weglopen. Chicken run. Wat? Zie je een rode vlek? Laat eens kijken. Ja, ja, je wil niet af. Ik ben meer benieuwd naar deze. Op je been? Ja. Godverdomme. Ja, is een lekker plekje. We spelen nu nog één keer hetzelfde spel en de verliezer moet weer kontje. Oké, okay, Bram. Take it away. Nice. Nice. Oké. Okay. Zo. Ja! 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 Oh, yes! Die zat er lekker op, hoor. Oh, mijn... Oh, mijn god. Betekent dit dat Stefan kontje kick moet gaan staan? Ja. Ik dacht dat het nog de crossbar challenge was. Nou, okay. Ga maar staan, Steef. Ga jij het eerst? Ja, nee, Sjan gaat het eerst. Dit heb je vaker gedaan. Ja, zo'n puntbeeld. Ja. Alleen maar bot, straks die bal lekt bij mij. Alle hard, alles erin. Ja, die Bram moet je voor oppassen, die is goed, hè? Ja, dat is een kanon idee. Ja, niet zo bewegen, die puntbeeld. Oh, die Bram, die kan wel lekker. Wat doe je dat goed dan? Ja, maar dit is mijn moment om te shinen. Ja, ik ken dat woord niet, shinen. Ik lig eruit, maar Sjan en Bram gaan natuurlijk nog verder, want we hebben nog een winnaar nodig. Dit is wel knap hoor, als je dit redt. Nee, dit moet gewoon kunnen. Ja. Nou, mis. Sjan voor de winst. Sjan, kom op. Ik wil het toch ook één keer even proberen, vanaf hier. Ja, we hebben nog steeds geen winnaar. Ja, ja. Maar we hebben nog steeds geen winnaar, Sjan. Nee, dat is waar. Oh ja, je moet er doorgaan. Ja. Ja. Oké. Oké, Sjan. Nou, dan heb jij gewonnen. Omdat Bram en ik precies gelijk stonden in het aantal punten, besloten we het te beslissen met een penalty shootout. Penalty shootout. Oh, ja, of zou ik met rechts doen? Ik ben bijbenig, tweebenig. Bijbenig. Komt weer, Sjan. Als jij met rechts, doe ik met links. Oké, okay, is goed. Oh, nee. Nou, kom op, Sjan. Jezus. Nice. Jij met links. Ja, ik doe met links. Maar ja, ik kan echt niet schieten met links. Ja, dat gaan we nu zien. Netjes. Oh, shit. Oh, kut. Nou, Steve, maak het maar af dan. Ja, dat komt niet, Jan. Hey, Jan. Zag je dat fake shot? En met rechts? Ik ga weer met rechts. Oké. Het ging wel beter. Ja, waarom hou je die dan niet? Omdat die, ik had hem, maar niet helemaal.
ga ik ook wel met links. Oké. Wie boos op zijn? Oh! Ja! John! Ja, mijn concentratie gaat nog 2 seconden. Daarna is het echt over. Jezus, Sean, kom op. Die ontweek hem nu gewoon. Ja. Daar ga ik nu wel weer met links. Zo! Nou, dat kunnen we uren blijven doen. Ja. Ja hoor. En zien linksboven. Nee, wat doe je? Oh mijn god, die was wel lekker. Ik kan er een kruising linksboven zijn. Come on! Shit. Shit, shit, shit. Nou, Sean, alles, kom op, hè. Ja, ja. Ik heb het warm. Hij gaat erin, hè? Hij gaat erin. Bijna hier. Wil je nou nog zo'n video zien? Dan kan je hier klikken. En als je dit leuk vindt, dan moet je het even laten weten, want dan doe ik het gewoon nog een keer. Zeker, hè? Later.